Goed, hartelijk welkom allemaal. We zijn hier naar aanleiding van de moord, dan wel doodslag op Linda van der Giezen uit Zevenbergen. Afgelopen maandag in Waalwijk gepleegd. En uiteraard wil ik mede namens de OM en politieorganisatie ons medeleven uitspreken naar de nabestaanden van dit tragische incident. De feiten voor zover die nu bekend zijn. Er heeft een schietpartij plaatsgevonden op maandag 10 augustus rond 5 uur 's middags op het parkeerterrein van het Twee Steden ziekenhuis in Waalwijk. En bij die schietpartij is mevrouw van der Giezen om het leven gekomen. Er is direct daarna een opsporingsteam op de zaak gezet. En wat het OM betreft is er ook direct een officier van justitie aangekoppeld. En dat heeft ertoe geleid dat de verdachte van dit feit gisteren op dinsdag 11 augustus in Roosendaal is aangehouden nadat hij zichzelf had gemeld. Die verdachte wordt aanstaande vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Breda. Dat zijn de feiten van het opsporingsonderzoek. U begrijpt dat daar nog veel details moeten worden uitgerechercheerd. U begrijpt ook dat de verhoren pas net begonnen zijn. Dus ik wilde het voorlopig daarbij laten. En nu het woord aan Dick Schouten geven van de politie. In de media zijn nogal wat signalen verschenen over de eventuele aanleiding. Wat ging er vooraf aan dit droevig incident? Zowel slachtoffer als verdachte zijn en waren bij de politie bekenden. Er was sprake, als ik het zo mag zeggen, van een complexe relatie, waarbij over en weer aangifte zijn gedaan, alle in de sfeer van bedreiging. Mevrouw van der Giezen, die heeft op 30 juli jongstleden bij de politie aangifte gedaan van bedreiging door de verdachte. Op 2 augustus, jongstleden, heeft zij aan de politie via een mail aanvullende informatie verstrekt. En ze geeft daarbij aan dat de verdachte mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Zij had dit van horen zeggen. De politie heeft op dit signaal doorgevraagd en actie ondernomen om een en ander te verifiëren. Op dat moment is de urgentie om op te treden, gelet op de informatie, onvoldoende ingeschat en niet uitgevoerd. Achteraf kunnen we dit vaststellen en dat is bijzonder spijtig. Waarom dit alles zo gelopen is, wordt met grote urgentie, dat kan ik u verzekeren, tot op de bodem uitgezocht. Ja, mijn naam is Jeroen Wessels voor RTL Nieuws. U zegt de urgentie is onvoldoende ingeschat. Kunt u vertellen wat de politie wel heeft gedaan en wat er had moeten gebeuren en wat dus is nagelaten? Voor zover ik het nu kan zien, is er gekeken van kunnen wij de informatie die door het slachtoffer verstrekt is, kunnen we dat wat steviger krijgen? Want het was een informatie van horen zeggen, kunnen we hem bevestigd krijgen? Achteraf gezien, maar dat zijn feiten achteraf, had ik liever gezien dat we hadden ingegrepen, zoeking hadden gedaan in de woning om te zoeken naar het wapen. Ja, Ilse Wingen, Hart van Nederland. U zegt van, we hebben dat gezien, maar heeft u wel met de verdachte gesproken? Is er überhaupt contact geweest van tevoren? Ja, de verdachte heeft, wat ik u al zei, aangifte gedaan. Ook van een bedreiging, dat is over en weer geweest. Dus wij hebben in een voorfase voor dit incident met de verdachte gesproken. Nee, wat ik bedoel te zeggen is, zij doet die aangifte. Zij geeft nog aanvullende informatie van, nou, hij zou wel eens een wapen kunnen hebben. U zegt, nou, we hadden die zoeking wel willen doen. Maar heeft u op het moment dat u hoorde dat zij heeft gemaild van, er is mogelijk een wapen, heeft u hem sowieso wel of niet gecontact? Heeft u contact met hem gehad? Op dat moment is er geen contact geweest met de verdachte. Is dat normaal? Dat is de vraag. Kijk, het zit vaak in een veelheid van meldingen in deze sfeer. Bedreiging, stalking, complexe familiesituatie. Achteraf zou je kunnen zeggen, alles op een rij zetten, voor zover we nu weten, had dat wel moeten gebeuren. Dat is nagelaten. Dat is het beeld wat ik er nu bij heb. Er is één keer aangifte gedaan, zegt u eigenlijk? Nee, er is in het verleden meerdere keren aangifte gedaan. Wij zijn nu terug tot 2013 en hebben een paar aangifte en een aantal meldingen boven water kunnen krijgen. Hoeveel aangifte? Weet ik niet precies. Een aantal, en ik zit in de sfeer van 4 of 5. Van één of meerdere personen?
van meerdere personen richting de verdachte van dit moment. En wat was de strekking dan van die aangifte? Die zitten alle in de sfeer van bedreigingen. Deze meneer had een strafblad. Dat weet ik niet precies. Weet jij dat, Charles, of die ja. strafblad had? Ja, had een strafblad. Wat kunt u zeggen over zijn antecedenten? Daar ga ik niks over zeggen hier. Want dat, iedereen weten we nog niet of we de goede verdachte te pakken hebben. Daar is de opsporingsonderzoek voor. En ik ga niet in de openbaarheid treden over zijn strafblad. Maar wat ik u wel kan zeggen is dat daar hier en daar wel geweld op staat. Maar van lang geleden en niet in huiselijke kring. Het is een ander type geweld dan waar de aangiftes zich nu tegen richten.